Hey, Bart hier van Autoblog. Meteen even een vraag. Kunnen jullie nog het R-Link infotainment systeem van Renault herinneren? Brrr. Dat was echt geen goed systeem. Bij Autoblog werden we daar gewoon niet vrolijk van. Traag reagerend, slechte interface. Gewoon niet goed uitgedacht. Er was gewoon een gebrek aan rekenkracht. Maar Renault maakt nu echt een dikke, vette inhaalslag met de nieuwe Renault-Megaan e tech Electric, want in deze Megane e tech debuteert een nieuw Open Arlink link infotainment systeem. En dat is een Google Automotive infotainment systeem. Jawel, een infotainment systeem dat draait op Google Automotive. Daar worden we blij van. En wat heeft dit systeem allemaal te bieden? Dat ga ik je in deze video allemaal vertellen. Het nieuwe infotainment van Renault dus. Het zogeheten Open Arlink link infotainment systeem. Ziet er allereerst heel erg goed uit. Je hebt twee displays. Een verticaal display en een horizontaal display beide van 12 inch groot. Dus in totaal heb je voor 24 inch aan displays in deze Megane E-Tech zitten. Nou, daar worden we natuurlijk alleen maar heel erg blij van. De scherm is ook gemaakt van hoogwaardig glas, dus het voelt hetzelfde aan bij aanraking als je bijvoorbeeld een iPhone of iPad aanraakt, dus gewoon een hoogwaardige aanraking. Hier heb je overigens nog drie knopjes. De volumeregeling en de aan/uit knop. Nou, als je die indrukt, kun je bijvoorbeeld ook nog de cleaning screen functie Aanraken en dat betekent dat de scherm even niet reageert op aanrakingen, zodat je het even makkelijk kunt schoonmaken. Want ja, zo'n display dat wordt natuurlijk wel vies door middel van aanraking. Het is gewoon gevoelig voor vette vingers. Voordat we het infotainment systeem induiken, is nog even het volgende: Renault past ook gewoon weer ja, conventionele bedieningsknoppen toe, bijvoorbeeld voor de klimaatcontrole. En daar worden we gewoon blij van, want dan hoef je niet te zoeken in het infotainment systeem naar de, gewenste, naar de gewenste temperatuur. Je kunt die gewoon makkelijk regelen op welke temperatuur deze auto moet staan. Gevaarverlichting zit hier ook. En ook om de auto op slot te zetten. Hier heb je dan nog je inductielader. Maar het infotainmentsysteem zelf, laten we daar eens eventjes over gaan hebben. Beginnen we even bij de Google Maps functie. Want tada, zoals je ziet, dit is echt de Google Maps kaart. Een van de beste navigatiesystemen die je maar kunt hebben. Zoeken werkt ook kinderlijk eenvoudig. Adresje invullen. Je hoeft niet per se een adresje, je kunt ook gewoon een, een gebouwnaam invullen. Want het is gewoon Google, die, die is slim genoeg om dat dan uh, ja, op te halen uit het internet. Krijg je hier meteen de complete route te zien. En afhankelijk van de uitvoering is het ook nog zo dat Renault ook nog de laadpunten onderweg laat, laat zien. Weet je wat Tesla ook doet eigenlijk. En ook Renault gaat het nu doen. Dus dan hoef je niet meer zelf de laad, uh, laadstops in te plannen. Nee, Renault gaat het gewoon helemaal voor jou doen. Alleen maar een goede ontwikkeling. Uiteraard heb je ook de Google Assistant. Hij staat nu even op de Engelse variant. Dus we praten even Engels. Navigate to Amsterdam. Navigating to Amsterdam. Zoals je ziet heeft hij even wat bedenktijd nodig. Maar ja, kijk eens hoe snel. Super makkelijk. Een Google Maps navigatiesysteem. Dat hoort eigenlijk gewoon thuis in elke andere auto. Je kunt ook die Google, Google Assistent andere dingen vragen. Set the temperature to 22 degrees. Alright, changing the temperature to 22 degrees. En hij schiet op 22. Makkelijk hè? Dus je kunt hem eigenlijk alles vragen. En sterker nog, dit systeem draait Google Automotive. Stel je hebt thuis een Google Home systeem. Dus bijvoorbeeld slimme lampen, slimme verlichting of slimme ramenbekleding. Dan kun je dat ook straks vanuit de auto bedienen. Daar is Renault nu mee bezig en dat gaat in de toekomst echt gebeuren. Dus dan is je auto ook gekoppeld aan het huis. Dan kun je bijvoorbeeld aan je auto vragen om thuis eventjes de verlichting aan te zetten. Super slim. Nou, navigatiesysteem, dat kennen we natuurlijk inmiddels wel hè. Google Maps. Reageert ook super snel op aanraking, zoals je ziet. Heel erg snel zelfs. Renault heeft absoluut niet bezuinigd op de rekenkracht van dit systeem. Het reageert gewoon super snel op aanraking. En je kunt ook een beetje de perspectief veranderen. Kijk met twee vingers. Kun je van hoog of een 3D-perspectief. Hey, voilà. Gaan we naar de muziek? Uiteraard kun je Spotify koppelen aan deze auto, maar ook je eigen telefoon via Bluetooth verbinding, Android Automotive of Android Auto ondersteunt natuurlijk, maar ook Apple CarPlay, allebei draadloos of bedraad, dat maakt even niet uit. Alleen de werking laat zich gewoon raden. Spotify is vanaf nu gewoon geïntegreerd in de auto, ja, Daar kun je alleen maar heel erg vrolijk van worden. Telefoonfuncties zijn dan weer hier ondergebracht. Onder We hebben nu even geen telefoon gekoppeld, maar dat wijst zichzelf uit. Hier kun je dan nou gewoon een oproep doen, of je vraagt gewoon natuurlijk eventjes aan de Google assistent. Uh, bel mama, en dan gaat hij ook je moeder bellen. Hier heb je dan nog een tegelverzameling van eigenlijk alle diverse apps die op dit infotainment systeem staan. User Manual kun je hier vinden, Android Auto, Apple CarPlay kun je daar starten. Maar je hebt ook de Google Play Store, want je kunt ook diverse apps downloaden. Nou, de kalender, de Google Assistant, Google News, Google Maps, Google Podcast zit erop. Hier heb je nog wat instellingen. Nou, zoals je ziet, dat zijn er nogal wat. Bijvoorbeeld geluidsinstellingen. Je kunt echt heel erg veel. Instellen. En die boven kun je natuurlijk altijd weer heel eenvoudig teruggaan. Overigens kun je ook van boven naar beneden swipen bijvoorbeeld voor als er meldingen zijn of om bijvoorbeeld even je Bluetooth instellingen te doen of de wifi verbinding te regelen. Gaan we naar de voertuiginstellingen. Daar heb je ook een soort van Renault logootje het Megane logootje die zie je hier ook staan. Multisense staat nu in sport. Als ik nu die multisense knop druk, dan zal die naar comfort schieten als het goed is en ook naar eco hier op het stuur ook gewoon regelen maar hier kun je dat dus ook configureren als je i nog perso doet dus een gepersonaliseerde variant en je drukt op configure dan kun je zelf motor karakteristiek stuurcomfort of in ieder geval de stuurdynamiek en ook voertuigdynamiek instellen dus helemaal naar je eigen smaak aanpassen het reactievermogen van de motor kun je bijvoorbeeld op sport zetten het stuurcomfort kun je op low medium of high zetten dus de stuurzwaarte en de voertuigdynamica kun je ook op normaal comfort of sport zetten dus gewoon even ja, aftasten wat het beste bij jou past. Maar ja, zoals je ziet, het werkt gewoon allemaal heel erg makkelijk. Bij electric heb je inzagen in de elektrische aandrijflijn, dus hoeveel ja, restant uh, acculading je hebt bijvoorbeeld. Maar je kunt ook oplaaddingetjes uh, regelen, je batterij inzien. Nou, we hebben nu nog 57% over. En hier bij settings kun je dan nog zaken regelen zoals de pedestrian warning sound, dus het waarschuwingsgeluid voor voetgangers. Dat kun je in neutraal zetten in Pure. Of expressive. Er zijn drie geluidjes. Daar heb je zelf als inzitter er helemaal niks aan. Dat is puur voor de buitenwereld. Dat je verschillende geluidjes kunt kiezen. 360 graden uh, ga, grade camera heeft hij ook. Kun je hier 360 doen. Kijk en dan krijg je een heel mooie weergave van de omgeving rondom de auto. En ook dat reageert weer zoals je ziet super snel. Echt. Renault heeft eindelijk geluisterd naar alle kritiek op die voorgaande R-Link systemen. En gewoon is gedacht van, nou laten we nou gewoon eens een keer een fatsoenlijk infotainmentsysteem maken met voldoende rekenkracht. En dit is het resultaat. Gewoon een zeer goed infotainmentsysteem. Het Open Arlec infotainmentsysteem. Uiteraard nog veel meer functies. Automatische parkeerhulp, de luchtkwaliteit kun je regelen. Driving Eco is een eco-hulp bijvoorbeeld. En met een score, nou ik heb, oh dat is wel heel erg slecht. Ik heb een score van 31 op 100. Hoe zou dat toch komen? Heb je hier ook nog rijhulpsystemen, nou deze auto heeft meer dan 24 rijhulpsystemen, zelfs 26 even uit mijn hoofd. Kun je hier allemaal aan of uitzetten, want sommige systemen zijn best wel irritant, allemaal van die piepjes. Daar word je soms gek van. Als je, de, als je er gek van wordt kun je het gewoon uitzetten. Parkeren voertuig is ook wel interessant. Heb je welkom, driving, verlichting, wiping. Bijvoorbeeld instellingen van de ruitenwissers, maar ook bij welkom dat hij op een geluidje afspeelt. Of dat de zijspiegels inklappen en ook de toegang. Dus auto doorlocking while driving en de hands-free lock-unlock. Update, hier kun je updates ophalen. Want het is een over-the-air update, dus je hoeft niet meer naar de dealer voor updates. Het wordt gewoon allemaal geregeld ja, over-the-air dankzij een geïntegreerde e-sim. Deze auto heeft ook gewoon een wifi-verbinding, dus je kunt ook aan boord lekker internetten. De nou, wandelspanning zit dan hier nog, die is allemaal nog keurig, gewoon 2,6. En de cockpit heb je hier weer wat ja, instellingen die je kunt wijzigen. Eigenlijk is dat in een notendop wel een beetje dit infotainment systeem van Renault, het nieuwe Open R Link Infotainment Systeem. Zoals je ziet, het reageert super snel op aanrakingen en ziet er ook goed uit. Mooie pixels, dus ook gewoon een full HD scherm, althans 19 1920x27 als je de grootste schermvariant kiest. Het ziet er gewoon gelikt uit. En wat dat betreft is het echt een flinke vooruitgang ten opzichte van het voorgaande Arlink-infotainment van Renault. Dat was gewoon niet goed uitgedacht. En Renault pakt nu eindelijk weer eens wat punten met een goed infotainment ja, en dat is eigenlijk alles wat je moet weten over dit nieuwe Open r Link infotainmentsysteem van Renault. Uiteraard gaat het nog in veel meer Renault-modellen toegepast worden, alleen de Megane E-Tech Electric heeft nu eventjes de primeur. Vond je dit een leuke video? Geef hem dan eventjes de welbekende duim omhoog natuurlijk en vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En dan zie ik je heel erg graag terug bij een volgende video. Hoi hoi!